Na een studie heelkunde in Leiden werd hij in 1666 gevraagd om in Amsterdam anatomische les te gaan geven. Omdat lijken niet meer dan een paar dagen houdbaar waren, werkte hij hard aan de techniek van het prepareren. Hij ontwikkelde nieuwe conserveringstechnieken die hij zorgvuldig geheim hield. De 1300 flessen met preparaten die hij in zijn huis tentoonstelde, werden een toeristische trekpleister. Om het leerzame met het aangename te combineren, besteedde hij veel aandacht aan de presentatie. Zo versierde hij kinderarmpjes met kanten kraagjes en voorzag hij een skeletje van een uit buikvlies gemaakte zakdoek. Ook beroemd waren zijn rotslandschappen, die bestonden uit nierstenen met daarop skeletjes en opgespoten aders die als bomen fungeerden. Doel was om mensen niet af te schrikken, maar juist te interesseren. Met succes. Tsar Peter de Grote kocht in 1717 een groot deel van zijn collectie om de medische kennis in zijn land te vergroten.